Vandaag de distributieriem. Ik wil jullie vandaag uitleggen waarom dat een distributieriem vervangen vaak een rib uit ons lijf is. Maar ook wat de gevolgen zijn als die niet vervangen wordt. Want dan draait er iets stuk en dat is heel duur. En een van de redenen waarom het duur is en waarom het een rib uit ons lijf is, is dat dat ding niet zo makkelijk zit. Het zit niet hier aan de bovenkant, maar het zit hier echt achter deze kap. Aan de zijkant en dan helemaal naar beneden toe. Dus ik kan er zo slecht bij. Het is ook vaak veel werk om een distributieriem te vervangen. Kijk, en wij praten hier over een distributieriem, maar voor een distributieketting geldt hetzelfde. Hoe kan een consument weten wanneer een distributieriem vervangen moet worden? Dat kunnen we vinden in onderhoudsvoorschriften. Een fabrikant geeft aan of bijvoorbeeld 90.000 kilometer of 5 jaar. Het is nooit en. Het is wat het eerste bereikt is. Dus als er staat 90.000 kilometer en 5 jaar en die auto heeft maar 30.000 kilometer gedraaid en is 5 jaar oud, moet de distributieriem vervangen worden. Oké, we hebben de motor uit de auto. Het is niet die motor, want die zit er nog gewoon in. Maar voor de duidelijkheid. Om te kijken hoeveel werk dat het is om die distributieriem te vervangen. En die zwarte kap die je net zag, die is hier weggehaald. En ik zie hier de distributieriem. Dus de riem die normaliter hier overheen loopt, die noemen we een multiriem. Die drijft vaak een dynamo aan, een airco-pomp en een stuurpomp. Dat is geen distributieriem. Die ligt er vaak achter. En de distributieriem, die drijft kruk, as en nokkenas aan. En dat moet netjes synchroon lopen. Dus die krukas, daar beginnen we mee. Die zit hier onderin. En die drijft aan een zuiger met een drijfstang. Dus eigenlijk midden in deze motor, dat kunnen we nu niet zien, zit deze vast aan de krukas en gaat heen en weer. Zo. Dus dit is het onderste gedeelte. En hierbovenin zit een nokkenas. Die zit dus onder deze zwarte kap in de motor. En die drukt of een inlaat of een uitlaatklep open of dicht. Nog verder ingezoomd heb ik hier die zuiger en de twee kleppen. En wat mag er nu niet gebeuren? Kijk, die klep die staat echt maar zo'n stukje boven de zuiger. Dus als die zuiger van boven, van onderen naar boven toe komt en mijn klep staat open, dan moeten we ervoor zorgen dat er niet dit gebeurt. Als dat namelijk wel gebeurt. En wanneer gebeurt dat? Als de distributieriem kapot gaat. Dan krijg je kleppen die er zo uitzien. En dan praat je echt over heel veel geld. Wat gaan we doen als we een distributieriem gaan vervangen? Wat wordt er vervangen? Nou, ik heb hier een set liggen. Dit is een set waarin ook een waterpomp zit. Dus dit is die riem. Die zie je hier liggen. Die wordt vervangen. Ik heb een spanner, want die riem moet wel op spanning gehouden worden. En waarom wordt zo'n ding vervangen? Nou, er zit een lager in en die wordt constant belast. En de fabrikant heeft gewoon gezegd, na zoveel duizend kilometer of na zoveel jaar moet die riem plus die spanner gewoon vervangen worden. En dat is met deze looprol, die je hier ook ziet zitten, idem dito. Tot slot, ik heb ook een waterpomp die aangedreven wordt bij deze auto door de distributieriem. Ga die ook vervangen. Hij wordt nog wel eens een keer vergeten. En dan moet ik al die kosten weer gaan maken als dit ding begint te lekken en mijn distributieriem is net vervangen. Zonde.